Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Ik sta hier voor Rosalina's neus voor geen enkele reden. Hoi. In de vorige aflevering hebben we weer een paar sterren gehaald. Ik geloof 3 uit het hoofd. Ja, 3, goed zo. Waaronder 1 groene ster en dat is de groene launchster. Geactiveerd is en niemand weet wat dat eigenlijk doet. Nou, de groene launchster die activeert dus zeg maar 3 extra levels waar we dus nou naartoe zouden kunnen gaan. Als we daar naartoe gaan... Dan heb je dus zeg maar een warpipe die brengt ons zeg maar weer terug naar het planeetje als ik me niet vergis, want dat is er maar eentje. We hebben dus een gele, een groene en een blauwe plek. Nou, meesten die denken eigenlijk dat geel zeg maar dat dit een beetje een Triforce idee is en het moet zeggen, het ziet er nogal fout uit. Buiten dat geval, het is inderdaad, niks heeft het te maken met de Legend of Zelda, want anders zou het groen, blauw en rood moeten zijn en niet geel. Just saying. Maar goed, wat we dus moeten doen is, we moeten dus naar die groene sterren die we dus hebben gered. Oftewel, die groene sterren die zijn nou dus in één keer levende wezens. Want to go to the Rolling Gizmo Galaxy? Ja, waarom ook niet? Breng ons daar maar naartoe. Oké dan. Dus we beginnen gewoon bij geel en hij verandert zichzelf in een of ander launch sterretje. Waardoor we maar een of andere extra wereld toe kunnen. Prima. Gizmos, Gears en Gadgets. Go Gadget, go! Go Gadget, go! Oh, het is een rolbal. Balans! En natuurlijk weer mijn lievelingsmuziekje. Maar daar gaat het niet om. Ik heb al genoeg mijn mail gehouden wat betreft dan zeg maar met de stilte en alles. Dus wat we gaan doen is we gaan gewoon balanceren. Yeah, en op het bordje staan op een of andere manier. Oké, nou. Ik moet zeggen, deze die is nogal wabbelig. Dus ik hoop niet dat ik hier te veel ga falen. We krijgen al gelijk een leven in ons... Ik bedoel, volgens mij is het nog niet eens mogelijk om die leven gewoon niet op te pakken. Ik dacht dat ik kon springen. Ik kan springen. Hallo. Ik wil erop. Laat maar erop. Nee, blijkbaar moet ik hier via de zijkant. Oké, dan gaan we toch via de zijkant. Yo, yo. Prima! Niet om het een of het ander, maar die blokken moeten weg. Denk ik. Heeft dat te maken met dat ik alle Goombas moet slaan of zo? Hallo? Heb ik iets gemist hier of zo? Wat wil je dat ik doe? Oh, ik moet er gewoon tegenaan springen. Oké. Hier, kun je nagaan hoe lang dat al geleden is dat ik dit spel heb gedaan? Ik heb geen flauw. Echt. Ik wist het niet. Ik zal het moeilijk te doen. Daar dan. Als je daar blij van wordt. Dit kun je een beetje eigenlijk zeg maar zien als de moeilijke levels. Ja, ik hoef wel die munten niet. Dit kun je echt zien als een. De uitdagende. Deze. Goh, Nederlands. Kunnen we het spreken? Deze levels zijn totaal optioneel en zijn dus niet nodig om het spel gewoon simpelweg uit te spelen. Deze levels zijn alleen maar nodig als je dus 100% wil, zoals wat wij nu eigenlijk gaan doen. Uitdaging, ik wil die muntje. Oh, dat was dom. Oké. Ik heb het overleefd, soort van. En dan krijgen we weer een leven in onze snuffert gedouwd die we dus bijna niet kunnen ontwijken. Nou, normaal gesproken, iedereen die houdt zeg maar van als ik leven zou pakken. En dan probeer ik die leven niet te pakken, ga ik dood. Laten we die levens maar gewoon pakken, goed idee. Ik snap er echt niet waarom dat die Goombas gewoon recht op ons afkomen lopen, zeg maar van... Oh, ik ga jou pakken. Oh nee, grote bal, splat. Ik snap er echt niet. Waarom? Oh, hi. Goed. We moeten hier dus heel eventjes wachten omdat we een gigantische dobbelsteen met alleen maar 4 op zich. Volgens mij is dat een vals speel dobbelsteen. Jij speelt vals dobbelsteen. Oké, nou jij komt mijn kant op en dan vind ik hem gewoon eng. Niet doen. Stout. Stoute dobbelsteen. Oké, hier hebben we dus boms. En die zijn dus wel gevaarlijk, want die lanceren je dus bijna gewoon zeg maar 300 km de lucht in. En dan wil je dus niet bij je in de buurt zijn op het moment als je ergens bij de rand staat. We gaan niet die muntjes pakken, we gaan gewoon hier heel rustig balanceren en proberen op die rode te komen. Wat een rode is, dat weet ik ook niet. Maar het is er één. Oké, nou. Luigi, je zou wel wat beter mogen springen. Oké. Wow! Wee! Yay! Het lijkt wel een pinbal waar ik naar zit te kijken. Oh, nu kan ik even de starters verzamelen. Gewoon doen. Oké. Nou zie ik van die hele grote shiny vraagtekenmunten. En jullie kennen mij, hoop ik. Jullie weten, die wil ik gewoon hebben. Dus nou wil ik ook eigenlijk weten wat die andere doet. Het zal waarschijnlijk ook alleen maar muntjes zijn. Nee, muntje.
dus. Yay. Meest zinloze dingen in dit level, in dit spel. Muntjes. Je moet ze allemaal verzamelen. Geef ze aan mij. Ik ken er toch niks mee. Maar ik wil ze hebben. Die heeft niks geleverd. Ja, ik weet het, jongens. Ik zit heel erg vaak te mouwen over die extra dingen. En ja, die leven zou je ook kunnen pakken als je eventueel zou willen. Dat doe je zo. Dat doe je zo. Dat doe je. Dit wordt me dood. Zo. En die tactiek heb je eigenlijk hier nodig, zeg maar, om bij de ster te komen. Dat ging me net goed. Dat wil ik niet nog een keer doen. Maar goed, we hebben dus het level gehaald. Joepie, we hebben de eerste moeilijke ster gehaald. Yay! Ik heb er gewoon zweet aan de baan. Mijn controle die zit gewoon echt... ik heb bijna geen grip meer op mijn controle. Dus, maar goed. We hebben ons leuke deuntje maar weer. En we hebben onze ster. En daar zijn we blij mee. En we gaan gewoon door. En naar de volgende ster. En ik zeg het vaak en. En? Leuk! Ik denk maar beter dat we deze green stars maar beter uit de weg kunnen hebben. Dus zal ik er nog maar eentje doen. Dan zou ik ze eigenlijk ook kunnen verspreiden over alles. Maar nee, we gaan ze gewoon doen. Galaxy is compleet. We hebben de sterren. We hebben de starbits. Will you want to save the game? Nee! Ik wil niet save. Ik wil Mario Kart 8 eigenlijk doen. Maar ik moet dit spel opnemen. Al moet ik zeggen dat ik heel erg veel lol heb. Waarom spring ik daar in één keer naar beneden? Juist. Ik heb heel erg veel zin om dit spel op te nemen. Jullie horen het aan mijn audiocommentaar. Ik ben enthousiast. Waarom weet ik ook niet. Soms zit ik echt... Dan weet ik gewoon niet waar ik over moet praten. En dan kakt hij toch een beetje in die audiocommentaar. En ja, dat is best wel jammer eigenlijk. Dat is best wel sad. Dus hoe dat komt, weet ik niet. Waarschijnlijk dan tot ik toch wel stiekem een beetje mijn eigen aan het forceren ben. Om dan toch, zeg maar, op te nemen. Maar... Nee, ik wil natuurlijk doe ik dat toch niet. En soms een heel klein beetje. Maar ik wil natuurlijk ook niet dat mijn kanaal in één keer wekenlang in één keer stil ligt of zo. Dus dat zou niet leuk zijn. Maar goed, we hebben dus een blaasthuppelpup en dat is die Electric Labyrinth. Deze drie levels die hebben zeg maar hun speciale abilities. Net zoals bij de vorige dag hadden wij bal gebeuren. En hier hebben wij blaas gebeuren. Press B to blow, dankjewel Markiplier. Letterlijk en figuurlijk, je moet je op B drukken om te blazen, geloof ik. Of op A. Volgens mij maakt het heel weinig uit. Nou, dit level is nogal lang. Dit level is nogal vervelend. Dus ik denk niet dat we alle drie de sterren in één sitting kunnen doen. Wat je moet doen is, je hebt hier namelijk 5 verschillende warpipes. En je moet bij elke 5 moet je dus zeg maar een soort parcoursje afhalen. Dan ga ik wel eventjes kijken of B ook werkt om te blazen. En ik spring gelijk. Oh, ik wou zeggen. Nee, het is hier niet B to blow. Nee, dat werkt hier niet. Je moet echt op A drukken. Oké, dus wat je hier dus absoluut niet wil raken zijn die elektrische vents. Die groene sparkle dingen, die wil je hier gewoon niet raken. Dus je kunt hier die golden vraagtekenmuntje weer pakken om heel eventjes de muntjes te laten verzamelen. Waar we natuurlijk helemaal geen ene boel aan hebben. Maar we moeten dus zeg maar deze dingen hier verzamelen. Deze dingen kunnen nogal irritant zijn omdat we dus zeg maar 5 verschillende warpipes hebben. Hey, kijk, Starbits. Die wel boeiend zijn. Ik wil ze allemaal. Geef mij, Starbits. Yay! Oh. Oké, maar zo moeten we dus elke keer een parcours af en dan komen we terug in het midden. En zo vinden we dus elke keer een starchip. Dit is niet een van mijn favoriete levels. Wat is wel nou een van je favoriete levels al op leven? Ik hou niet veel van Mario levels. We zitten elke keer te zeuren over die Mario levels. Mario levels zijn gewoon awesome. Hoe durf je de hele tijd over te zeuren? Ik ben... Ja, we snappen het. We kennen de hint. Technical difficulties, bla bla bla. Goed, nou. Ik ga niet echt heel erg proberen te focussen op alle muntjes hier te gaan verzamelen. Omdat dat toch geen zut heeft. We weten daar wel muntjes en zinnetjes. Maar we moeten dus wel heel voorzichtig, want we hebben hier dus mijnen en elektrische muren. En je wil natuurlijk niet te hard gaan spinnen met je Wiimote. Daarom ben ik geen liefhebber van de Starbits en de Wiimote, dat je dat dus zo moet gaan pakken. Want op het moment dat je dus een beetje te hard spint, knapt je bubbel. En dan heb je dus het probleem dat je dus een heel groot zwart gat induikt. Dat ding daar. Ik bedoel, het staat zo in je neus te knipperen. Het is niet te missen. Goed. Nou vraag ik me eigenlijk toch af of je gewoon zeg maar naar sommige zegt, oh boy. Oh boy. Nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Nee. Want ja, op het moment... Nee, ja, nee. Op het moment dat je dus zeg maar één keer zou falen, moet je dus alles overnieuw doen. Er zijn hier geen checkpoints. Ik weet niet of je trouwens een checkpoint krijgt op het moment. Waarom pakte ik die? Waarom neem ik zoveel risico om toch die munt te pakken? Nee, maar zover dat ik weet heb je dus zeg maar geen checkpoint hier in dit soort levels zitten. En dit doet me eigenlijk een beetje denken aan een heel dom en... nou ja, dom. Wel, het had zijn charmes, vooruit dan. Dat deed me een beetje denken aan een boy en his blob.
Ik heb dat spel origineel op de NES en het is nogal een beetje een apart spel. Lijkt een beetje op Indiana Jones. Maar dan met een blob. Maar ja, ik heb dat spel dus wel en ik moet zeggen dat spel is nogal apart. Maar ja, dat deed die dingen me op een beetje aan denken. Dus. Oké, nou. Hier hebben we dus flamethrowers. Flame! En dan moeten we dus zo snel mogelijk proberen hier naartoe te komen en... Ik wil toch dat vraagtekenmuntje, ook al wordt het mijn dood. Ik wil het hebben. Ik wil het hebben. Geef. Oké, snel terug. Snel terug, ze gaan weer schieten. Oké, ik blijf hier rustig wachten. Hier wachten wij heel rustig en verlaten. Ja, we moeten nou eigenlijk naar die ster toe. Ik zou het heel erg knap vinden als ik dit in één keer haal, want ik weet dat ik hier de eerste keer toen ik dit spel speelde, toen heb ik hier zo hard in gefaald. Maar ja, dat brengt me natuurlijk weer bij de meest legendarische vraag. Waarom heb ik dit spel ooit gekocht en waarom vind ik het nog steeds leuk om af en toe een keer te spelen? Nou, om die vraag te beantwoorden, natuurlijk weten jullie dat ik een hele grote Nintendo fan ben. En de grootste games die ik zeg maar echt altijd heb gevolgd, dat zijn de Mario games, de Zelda games. Dat zijn eigenlijk zeg maar de main games die ik echt altijd heb gevolgd. En Mario 64 vond ik heel erg leuk, Mario Sunshine vond ik heel erg tegenvallen. Please don't hate me. Iedereen zijn eigen mening natuurlijk. Maar ja, ik vond Mario Sunshine vond ik heel erg tegenvallen. En toen kwam dus Mario Galaxy op de Wii. En toen dacht ik bij mijn eigen van, laten we het maar een kans geven. Waarom ook niet? Dus toen heb ik het spel zo snel mogelijk natuurlijk gehaald op het moment dat ik een Wii had. En ik moet zeggen, ik vond de controls en het spel vond ik hartstikke geweldig. En nee, ik ben niet gelijk voor de eerste 100% gegaan. Dat komt altijd pas later. 100% doe ik altijd pas eigenlijk bij Zelda games. Bij Zelda games heb ik altijd zoiets van, ja, ik wil 100% halen. Vraag me niet waarom. Daarom ben ik ook zeker gehyped over de nieuwe Zelda game die eraan zit te komen. Voor de mensen die dat nog niet gehoord hebben, komt de nieuwe Zelda game uit. Waarschijnlijk ergens in 2015. Maar daarom ben ik daar behoorlijk gehyped voor. En Hyrule Warriors? Ik kan niet meer wachten op dat spel. Maar ja, jullie weten mijn standards. Ik ga daar misschien een keertje in een livestream laten zien. Dat ik dan blind zal livestreamen van ja, ik heb het spel nou hartstikke leuk. Lols! Maar ja, op YouTube zal er nou in ieder geval geen video op uitkomen. Omdat ja, ik heb de ja-regel en daar hou ik me eigen aan. Dus heeft hetzelfde met de Vries natuurlijk. Goed, dus we worden gelanceerd en dan denk je dus eindelijk van jee, we krijgen Starbits en we hebben het gehaald. Nee, dan komen we hier terecht, dan moeten we nog een heel parcours af. Dit level is echt hartstikke lang. Aangezien dat je dus met perfectie... Ik vertrouw jou niet, waar ben jij? Oh, dit is toch niet met die bullet bills, hè? Zeg me tot dit niet met die bullet bills is. Dit is met die bullet bills. Oh boy. Nee. Oh boy, je moet versnel wezen, anders zijn we er geweest. Vraag me niet waar we geweest zijn, maar daar zijn we er geweest. Ik haat dit zo erg. Die bonsai bills die staan gewoon locked on target. En die schieten gewoon tegen je aan als je die ze niet uitkijkt. En ik dacht dat ik hier al bij de ster was, maar dat ben ik dus nog niet. Oh boy, ik wil dit level halen. Ik wil dit niet helemaal overnieuw doen. Ik haat die bullet bills. Nee. Ik vlieg gewoon naar boven toe. En dan moet ik hier draaien, want dan word ik niet moe. En hier hebben we van die plateaus en daar word ik niet vrolijk van. Maar alsjeblieft, bullet bill, ga kapot. Dank je. Oké. Gaat nog goed. Ik ben bijna in paniek. Bijna, niet helemaal. Nee. Oh mijn god, dit is gemeen. Dit is zo gemeen. Ik heb zachte maan zitten, hè. Ik kan nou niet stilzitten. Oh, bouncy balls. Ik zie de ster, ik zie hem. Ik heb hem! Oh. Ik haat dat soort levels. Serieus? Ik haat dit soort levels. Maar ik zie pas tot we op 15 minuten zitten, dus op zich valt het nog mee. Op zich zou ik nog die derde ster kunnen gaan halen. En aangezien dat we op 60 sterren zitten, weet je wat, morgen moet Nederland weer voetballen. Het heeft er absoluut niks mee te maken. Laten we gewoon die derde ster doen. Het heeft er echt absoluut helemaal 100% niks mee te maken. Goed, nou, hoi Toad. Je bent eng. Spring je bijna van de klif af dankzij jou. Oké, dus dan hebben we groen hebben we gehad, we hebben oranje gehad. Dus het enige wat we nog over hebben is Nairu. Ik zeg net dat het niks met Zelda te maken heeft. Blauw. Hi. Ja, loop die swoop. En volgens mij was dit dan een speciaal level door te surfen. Geloof ik. Volgens mij was dit gewoon een surf level.
Nou weet ik uit mijn hoofd dat dat eigenlijk de makkelijkste level is om die te pakken. En natuurlijk faal ik hier 300 keer aangezien dat ik net heb gezegd dat het het makkelijkste level is in het hele spel. Niet in het hele spel eigenlijk van die drie. We hebben dus zeg maar weer een race die we moeten gaan doen. Joepie, komt weer een tijd en dan kun je weer zeggen of je het einde hebt verbroken als ik gelijk. Wat we moeten doen is, we moeten dus eventjes met deze grote gigantische Pangwang praten. Hallo Pangwang, hoe gaat het mee? You again? Like for my rail serving, this curse is a monster. You sure you want to try? Yeah. Okay, you got 3 minutes to get back here. Stay calm and just enjoy the surf. En als je naar beneden valt, dan heb je een pijnlijke dood. Maar dat is bijzaak. Voice crack. Oké, dus we gaan gewoon beginnen. En Mantra surfing. Ik heb de controls al uitgelegd. Dan moet je dus gewoon een beetje hoeperen. En als je dus een bocht verkeerd maakt, zoals ik nou doe, dan faal je. Yay. Eerste 7 seconden en ik faal gelijk bij de eerste bocht. Dat gaat toch goed? Oké, dan gewoon kalm blijven. Nee. Niet de bochten te scherm maken. Hè? Niet de bochten te scherm maken. Daar houden we niet van. Ik bedoel, die golf die maakt het nogal irritant. Op dat sturen en de camera die gaat automatisch. Dus En sowieso ben ik niet echt van de motions control. Oh boy. Ik ben niet echt van de motion control, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het veel fijner om eigenlijk gewoon een joystick te gebruiken. Dus als jullie denken bij je eigen van, goh, waarom maakt hij zulke faals? Nogmaals, ik ben geen goede pro in motion controls. Laat ik het zo zeggen, Skyward Sword werkt heel erg anders met motion controls. Ik bedoel, hier moet je heel je karakter besturen met motion controls. En daar ben ik gewoon geen echte liefhebber van. Daarom vond ik Mario Kart Wii ook niet echt een van de fijne games. Daarom vind ik Mario Kart 8 weer wel fijn, omdat je daar gewoon weer een joystick kan gebruiken. Oké, nou. Hij zei al van, neem de tijd. Relax. Don't fall! Oh, dat... Die is echt... Oké. Gewoon in het midden blijven. Beetje snelheid maken. Ik kan nog niet eens de best time bieden. Nee! Loop-de-loop! Yay! Dit vind ik leuk. Op een of andere manier. En dan val ik er natuurlijk weer vanaf. Ik probeer toch wel een beetje die best time te verbreken. Al moet ik zeggen dat ik hier gewoon heel erg slecht in ben. Ik bedoel, ik ben een beetje sneller geweest. En ik val er alweer vanaf. Waar praat ik over? Ik ben heel erg slecht in het spel. Daar is de finish. Ik kan het. Ik was gewoon bijna dood gegaan bij de finish. Yay! Cool! Oh, ik moet zeggen, dit was het ergste level ooit. Ja, nieuw rijsteam. Hallo, ja, whatever. Geef me gewoon die sterren en flappen en het weg of zo. Ga weg, flappen! Flap jezelf! Hier met die ster. Hij is van mij! Mijn. Jee, weer een ster. Dus we hebben 61 sterren. En ik weet dat er was een nieuw chapter aan gebeurd. En ik ben helemaal vergeten aangezien dat we dus zeg maar naar deze 3 levels te kunnen. Dus wat ik ga doen tegen jullie even te zeggen is... de volgende aflevering gaan we gewoon beginnen met voorlezen. Waarom ook niet? Vinden jullie dat vervelend? Nee. Hoort een beetje bij het spel. Dus anders skip je dan... Maar dit was in de volgende aflevering. Dus ik ga niet 7. Nee, dank je Rosalina. Ik heb helemaal geen zin om te 7. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering met de 3 moeilijkste sterren van het spel. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reactie. Dat zullen we op de grappig. Laat het balkje groen worden door een like achter te laten als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Dank jullie allemaal voor het kijken. En tot dan. Doei!